Ja, ik heb ook een Swiftje, een rode. Uit 1994, dus die ziet er heel anders uit dan deze. Ja, ik heb een nieuw autootje. Hartje Suzuki Swift Spirit. Maar ik vind deze toch echt wel mooier hoor. Ja? Ja, veel mooier. Maar jij hebt er verstand van toch? Je bent toch beauty blogger? Ja. Op het gebied van make-up. Ja, klopt inderdaad. Dus ik weet wel wat mooi is, zeg maar. Mooie velgen erop ook en er zitten gewoon hele mooie vormen in. Hé, maar hoe komt het dat jij je bezighoudt met make-up? Nou, ik ben in de tweede klas van de middelbare school had ik een beetje last van pukkeltjes en dergelijke. En ik denk, nou, ik wilde het toch een beetje verbergen. En toen ben ik dus make-up gaan gebruiken. En dat is een beetje uitgegroeid tot echt een hobby van mij. En daar ben ik me ook echt in gaan verdiepen. Wat heb je nu bijvoorbeeld aan make-up op? Nu, poeh. Veel? Ja, nee, toch? Jawel. Ik heb een primer op, een foundation. Ik heb blush op. Ik heb mascara op. Ik heb poeder op. Ik heb concealer op. Dus dat is al een hele reeks, zeg maar, om eigenlijk een vrij natuurlijke look te maken. Hoe zie jij er normaal dan uit? Oh, dat wil je niet weten. Nee. Ja, ook heel mooi, heel strak. Je zou ook kunnen zeggen dat een man die mascara draagt misschien ook wel houdt van een beetje, ja, frivoliteiten. Ja, speels en zo. Nee, ik hou meer van echt mooi strak en stoer, want ik vind, ja, dat past gewoon bij een auto. Dus ja, ik hou niet van al die bloemetjes en die tapijtjes en allemaal dat soort dingen. Ik wil gewoon mooi strak, mooi netjes, clean. Dus ja, en dat heeft hij. Dobbelstenen aan de spiegel? Nee, ook niet. Nee, wel een geurhangertje, want dat is altijd lekker natuurlijk. Tim, jij hebt zelf ook een Swift? Ja. Een rode. Een rode. Een rode, mijn rode straaljagertje noemt. Ik zag die Swift en ik vond eigenlijk de kleur, het is niet mijn favoriete kleur, maar ik vind hem eigenlijk wel grappig, maar ik heb hem niet echt uitgezocht op de kleur of zo. Maar wel op andere looks of zo? Ja, ik vind de kont heel mooi van die auto. Ja, ja. Heeft de Swift eigenlijk een beetje een goed spiegeltje? Dat weet ik niet. Dat moeten we even gaan kijken. Groot. En het is ook fijn, je kunt hem zo weer afdekken. Want ik heb bij mijn eigen spiegeltje, ja, zitten er allemaal vingers op en allemaal vieze dingen. Want als je die klep open doet, dan pak je hem toch zo vast. Ja. Dus dat is wel fijn van dat je die kunt afdekken dan. Dat is iets wat jou dan weer opvalt. Ja, ja, dat vind ik dan weer handig. Wat vind je er nou van deze nieuwe auto? Ja, ik vind hem echt super mooi. Ik vind hem echt heel mooi. Ik vind het alleen jammer dat hij niet van mij is. Dat is het enige nadeel eraan.